Welkom bij dit webinar van de Schaakbond over groepsvorming. Mijn naam is Esther van Muijen en ik ben damtrainer en damcoach. Ik ben bijvoorbeeld talentcoach meisjes van de Dambond. Daarnaast ben ik afgestudeerd onderwijskundige en ik heb ook de PABO afgerond. En vanuit die rol doe ik verschillende dingen voor de Schaakbond. Zo heb ik geholpen bij de organisatie van de themadag. En ik ben nu aan het helpen bij een school in Utrecht om met ouders een schaakclub op te zetten. En de ouders die leid ik dan op tot schaaktrainer. En ik heb dus ook de schaaktrainer 1 cursus afgerond. In deze video ziet u de webinar groepsvorming. En het is even goed om daarbij te vermelden dat we een aantal knips hebben gemaakt in de video. Dat komt omdat er een aantal dingen een beetje te lang duurde. Dus de introductie die is er uitgeknipt, waarin ook de deelnemers zichzelf voorstellen. En er waren een aantal opdrachten die in groepjes werden besproken. Dus op het moment dat de groepjes dan uit elkaar gingen om dingen te bespreken, is er even een knip gemaakt. Dus ja, dat is af en toe te zien in de opname. Veel plezier bij het kijken van deze webinar. Heel, heel grote stappen waar dit om gaat. En we gaan straks op een paar fasen dieper in. Voor vandaag heb ik eigenlijk alleen de eerste 2 fasen uitgekozen om op in te gaan. Omdat het anders gewoon simpelweg te veel wordt. Maar het is wel goed om eventjes te weten wat nou het hele idee van dit model is. Het idee ervan is eigenlijk, wat Tuckman zegt, is dat iedere groep deze 5 fasen doorloopt. En een groep kan dan zijn een groep kinderen, een schoolklas bijvoorbeeld. Maar het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor gewoon in het werk. Bijvoorbeeld als groepen dan samen moeten werken. En het idee is, de eerste fase, dat is de fase die zie je hier, de fase van vorming. Dat is eigenlijk de fase waarin de groep voor het eerst samenkomt. Dus bijvoorbeeld, je start een nieuw seizoen en je hebt een nieuwe trainingsgroep. Of je gaat lesgeven in een klas en je komt daar voor het eerst. Dat is eigenlijk de startfase. Daar gaan we dus straks dieper op in. Dus ik vertel er nu nog niet al te veel over. En het idee is eigenlijk dat in die fase, laten we het dus houden op kinderen. Een groep kinderen. Die gaan dan dus een beetje hun rol zoeken binnen de groep. Vervolgens komt de storming fase. En dat is de fase. In die eerste fase is eigenlijk iedereen nog gewoon een beetje voorzichtig aan het onderzoeken van wat is mijn rol. En in die volgende fase, dan komen er voor het eerst ook een beetje wat conflicten. Ze noemen dat ook wel de conflictfase. En het idee is dat ze dan een beetje de grenzen gaan opzoeken. Om ook te kijken van wat zijn nou eigenlijk de regels? En die regels worden dan ook een beetje getest. Vervolgens komt de normingfase. En in de normingfase, dan wordt dus eigenlijk de norm bepaald. Daarvoor zijn dan wel de regels verteld. Maar dan komen ook een beetje de ongeschreven regels naar boven. En dan komt ook een beetje naar boven wie de leiders binnen de groep zijn. En wat je hoopt, is dat daarna de performingfase komt. En dat is dan de fase waarin er ook echt optimaal geleerd kan worden. Dus in die vorige fase zijn ze natuurlijk ook al wel bezig met leren. Maar daar gaat eigenlijk het echte werk beginnen. En daar is het ook zo dat kinderen elkaar ook echt gaan stimuleren, gaan uitdagen, elkaar gaan helpen om beter te worden. En dan heb je als laatste fase adjourning, de fase waarin, waarin de groep weer uit elkaar gaat. Bijvoorbeeld het einde van een seizoen en daarna worden weer nieuwe groepen samengesteld. En dit klinkt nou allemaal heel erg modelmatig eigenlijk. Maar het idee is dat die fases, je ziet het ook al wel een beetje in deze afbeelding. Die fases lopen best wel door elkaar heen. En het is ook zo, het loopt niet automatisch van 1 naar 2 naar 3 naar 4. Maar het kan best gaan van 1 naar 2 en dan een keertje naar 3 en dan weer terug naar 2 bijvoorbeeld. Dus dat loopt allemaal wat door elkaar heen. Maar het is wel een mooi handvat eigenlijk om een aantal zaken te bespreken. Dus vandaar dat ik eventjes dit hele, het hele model eigenlijk even kort wilde toelichten. En we gaan nu dus vooral kijken naar die vormingfase.
Zijn hier meteen nog vragen over? Nee, dat scheelt. Nou, dat is mooi. Dan gaan we meteen door naar een eerste vraag voor jullie. Mijn eerste vraag is eventjes om te bedenken hoe je eerste training van dit seizoen eruit zag. De eerste training die je hebt gegeven, dus denk eventjes aan jouw trainingsgroep. En hoe je eerste training van dit seizoen er toen uitzag. Uit welke onderdelen bestond die training? Hou dat even vast. Want vervolgens komt ook meteen mijn vraag hoe je dan de ideaal situatie, hoe die er voor jou uit zou zien. Dus je hebt een nieuwe groep. Waar denk je dan over na? Waar besteed je aandacht aan als je gaat starten? Je bent die eerste les aan het voorbereiden. Wat zijn dan de dingen waar je mee bezig bent? Hopelijk was dat niet een abrupt einde, maar zag iedereen het aankomen dat de groep ook weer werd afgesloten. Ik ben benieuwd wat er is uitgekomen. Wie kan er iets noemen? Ja, wij zaten in groep 4. Ik weet niet of dat je de groep alfabetisch afweert. Nee hoor, noem maar gewoon. Nou ja, het is les 1 in de groep. Dat hangt heel sterk ervan af van hoe op een gegeven moment de basis van de groep is. Zit je op een school en dan is het de klas. Of zit je op een gegeven moment op de schaakclub en zijn de kinderen die daar les krijgen. Dat scheelt nogal een stuk. En dat vergt ook een wat eigen aanpak. Maar okay, les 1 is meestal geen probleem, want dat is alleen dit is een paard en dit is een toren. En, dus qua voorbereiding hoef je er niet veel aan te doen. Wat is dan het verschil? Wat doe je op een club wel wat je op een school niet doet of andersom? Nou, heel belangrijk is dat je op de club eerst met de ouders gaat praten. Om even iets te vertellen van hoe dat in zijn werk gaat. En op een school hoeft dat niet. Even voor de duidelijkheid. Jij zegt dat de club met de ouders praat. Zijn dat dan kinderen die voor het eerst komen? Ja. Of zijn dat kinderen die al, weet ik al 2 of 3 jaar schaken? Nee, de eerste les, dat zijn voor de kinderen die net komen. Ja, dat is Okay. Inderdaad een goede vraag. Is dat dan? Want die eerste fase, dat kan inderdaad zo wel zijn voor kinderen die echt als eerst op de club komen. Maar het kan natuurlijk ook zijn, kinderen die wel al langer op de club schaken, maar die dus in een nieuwe trainingsgroep komen. Hè? Dat je dus de groep als nieuw... dan heb je dus wel weer een nieuwe fase van een groep gevormd moeten gaan worden. Dus dat is meteen wel een mooi onderscheid. Oké, en als we ons dus nu echt even richten op die les, wat doe je dan in de les? De eerste keer vertel ik vooral van hoe op een gegeven moment de hele cursus er ongeveer uitziet. Ja. Over het hele jaar, hoe dat ingedeeld wordt, wat je gaat doen en wat de ideeën zijn. En dat ze spelregeltjes leren, dat is dan stap 1. Of we iets van tactiek gaan krijgen. En dan zit je bij stap 2 en 3. En nou, hoe dat werkt. Maar de kinderen zelf wel zo snel mogelijk schaken. Ja, maar dat is toch het tegelijk. Oké, dus in ieder geval, wat gaan we vandaag doen? Wat zijn nog meer dingen die nou tijdens zo'n eerste training worden gedaan? Waar besteed je aandacht aan in zo'n eerste training? Nou, ik kan het van mijn groep vertellen. Maar ik had een groep van kinderen die al minstens een jaar, sommige 2 jaar schaakten. Dat waren er 8. Die hadden hun examen in mei gemist. Dus ik ben begonnen met eerst een soort proef om te kijken wat ze nog wisten en hoe ver ze ongeveer waren. En ik heb ze toen verteld dat ik georganiseerd had dat ze hun examen in november alsnog konden doen. En ik heb dus verteld dus dat ik die eerste 2 maanden ook deels wat stof van 1 en 1 plus zou herhalen. En verder zou beginnen met stap 2, wat ze best spannend vonden. Hmm. Nou, dat is ook zo gebeurd, dat programma. Ja, dus dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat Wim zei, hè? Van vertellen, wat gaan we dit jaar doen? Qua schaken. Ja. Schaken. Niet te gedetailleerd. Ja, bovendien, ja. Het schuift wel eens op. Maar jawel, wat kun je verwachten? Ja, oké. Zijn er nog andere dingen naar voren gekomen? Naast dus, wat kan je qua schaken dit jaar verwachten? Ja, ik had toch... Pardon, hoor je mij? Jazeker.
Ja, oké. Okay. Ja, ik had nog in het groepje neergelegd van... vraag je aan de kinderen waarom ze überhaupt komen schaken. Oké, ja. Ja. Dus dan draai ik het eigenlijk om voordat ik zelf begin... dat ik die kinderen eerst eens even wat laat zeggen of wat... Oh ja, vraag. En waarom doe je dat? Nou ja, wat het is, ik kreeg van Wim al een mooie tip, want dan weet je meteen van, nou, sommigen, dan zijn wij de oppas. En, of de kinderen weten het niet, hè, kan natuurlijk ook. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd waarom iemand iets doet. En daar kun je ook een deel van motivatie, zeg maar, die zij dan hebben, of je daar wel of niet wat mee kunt. He? Maar in ieder geval, je kunt sowieso iedereen natuurlijk die er is en graag schaak laten schaken. Maar ja. Ik vind wel belangrijk dat ik weet waarom iemand iets wil. Ja. En ik vind het ook wel belangrijk voor de kinderen dat ze zelf wat een verhaal kunnen vertellen. Ja, nou dat is zo mooi, want dat sluit aan bij een van de punten die ik ook in gedachten had. Het was wel grappig, want het begon al heel snel met jullie het eigenlijk inhoudelijk hadden, hè, over het schaken zelf. En als je dan kijkt echt naar die groepsvorming, dan waren dit eigenlijk de punten waar ik in ieder geval meteen aan dacht. Okay. In ieder geval eerst eens eventjes kennis maken. Ja. En dat sluit aan bij wat Jan zegt. Dat kan bijvoorbeeld heel goed door inderdaad de vraag van, wie ben je en waarom schaak je? Wat is daar eigenlijk het nut van zo'n kennismaking? Nou, je leert elkaar kennen ook, hè? Dus de afstand wordt kleiner, hè, van het kind naar degene die voor de klas staat. En je wordt meer één van hun, hè? En zo denk ik. Ja, ja. Ja, kijk, en als we dus kijken naar die fases van groepsvorming, dan is die eerste fase, daarin is alles echt nog helemaal nieuw. Hè? Het ligt nog helemaal open wat de verhoudingen zijn binnen de groep. Wat een beetje de haantjes gaan worden. En hoe dat überhaupt... Het is allemaal nog heel erg nieuw hoe dat zal gaan in zo'n groep. En dan biedt het ook gewoon veiligheid voor kinderen om een beetje te weten van wie is wie. En vooral ook dat zij weten dat de trainer hen ziet. En een beetje iets van ze af weet. Dat werkt vaak ook heel sterk. Dus als we het dan weer hebben, een van de eerste vragen van een van jullie was van, hoe houd ik kinderen langer bij de club? Hoe zorg ik ervoor dat ze blijven schaken? Dan zou zoiets zou echt al krachtig kunnen zijn, denk ik. Dat je ervoor zorgt dat je als trainer ook echt weet wie de kinderen zijn. En dat je wat van de kinderen af weet. Want dat creëert een beetje die groepsband. Maar ja, wij hebben bij de schaakclub hebben wij helemaal geen eerste dag. Het hele jaar rollen er kinderen binnen. Ja, dat is een goeie. En is het niet zo dat het ergens het seizoen start? En dat je dan, wel met één groep start en dat er vervolgens wel eens af en toe een kind bij komt, maar dat er wel een centraal moment is? Ja, het schaakjaar dat start op 1 september. Ja. En dan gaan we gewoon door waar we gebleven waren. Ja. Ja. Met de groep die er al was. Maar die groepssamenstellingen zullen toch af en toe wel wisselen? Dan gaat er een beetje weg en dan komt er eentje bij. Maar dat is verspreid over het hele jaar. Ja, nou kijk, en hier zien we dan een beetje het verschil tussen het model en de praktijk. Maar je zou kunnen zeggen, telkens als er een nieuw kind bij komt, dan is het toch weer eventjes opnieuw dat je dat model eigenlijk ingaat bij de start. En dat er weer eventjes moet worden gekeken van hoe verhoudt iedereen zich tot elkaar? Dus op dat moment zou je heel goed dan eventjes zo'n kennismakingsrondje bijvoorbeeld kunnen doen. Ja. Ja, bij ons zijn de groepen zijn eigenlijk ingedeeld op stapniveau. Mm-hmm. En eentje van 5 die komt toch wel weer op een andere plek binnen als eentje van 7. Hoe bedoel je dat? Nou ja, die van 7, die heeft wel eigenlijk al een hoger startniveau. Ja, maar die komt ook in een groep terecht, toch? Ja, maar dan hebben we eigenlijk een groep opstapje. Ja. En in die groep, daar komt die van 5 binnen met zijn zusje van 7. Ja. En die lopen niet synchroon naar elkaar.
Nee, dat klopt. Maar als het één groep is, dan zal je toch ervoor moeten zorgen dat je met die groep dan die situatie creëert. Dus dat je daarin dan, dus wat voor jullie de trainingsgroep is, dat je daarmee bijvoorbeeld zo'n kennismaking doet. Ja, maar dat is er dan toch, iedere keer is dat er weer eentje. Ja. 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 En dat is het grote verschil tussen schoolschaak en clubschaak. Dat heb ik ook al aangehaald in die schaaktrainer 1 cursus. Wat inderdaad, wij hebben precies hetzelfde, als er een nieuwe komt, en dat is niet een specifiek vast instroommoment in het jaar, want je bent al blij als je iemand krijgt. Dus elk kind is er één. Dus als zo'n kind er komt, dan is het meteen een 1-op-1. Dus het is een soort van intake wat je alleen met het kind doet. Dus je geeft hem inderdaad de geborgenheid. Dat is voor mij het meest belangrijke. Ik hoef geen schaaktalenten te hebben als ze maar geborgenheid en gezelligheid hebben. En als wij oppasser zijn, zijn we oppasser ook prima. Dus, maar zo'n kind wat binnenkomt, dan ga je eerst toetsen waar zit hij. En dat kan inderdaad iemand zijn die al een tijdje schaakt. En die in één keer in stap 1 wel ergens halverwege binnenrolt. Ik bedoel, dus het is inderdaad heel verschillend. En dat heeft ook inderdaad met de leeftijd te maken. Maar dat is verschillend ten opzichte van een schooljaar. Je begint en je eindigt. Ja, maar wat dus niet verschilt, is op een gegeven moment komt zo'n kind dan toch in een groep. En dan zal je dus weer... Dus wat dan eigenlijk bij een club zo is, misschien is het zo, als ik even terug ga naar het model, dat bij een school het inderdaad wat meer stapsgewijs, omdat je dan de hele tijd met dezelfde groep zit, dat je dan echt wat meer kan gaan van deze fase naar die fase, naar die fase. Waarbij het zo is bij een club, je hebt dus een groep, nou, die begint dus bijvoorbeeld hier in die eerste fase, gaat door naar de tweede, en die zit dan al een keertje hier, of misschien zelfs al in de performing fase, dat die hele groep eigenlijk al goed werkt. Maar dan komt er dus een nieuw kind bij, of meerdere nieuwe kinderen. En dan zou het heel goed kunnen dat je dus weer eventjes teruggaat naar die vormingsfase, waar dus weer eventjes de verhoudingen worden dan weer een beetje verstoord, zeg maar. Mm-hmm. En dan moet je dus weer eventjes, moet iedereen weer even opnieuw kijken van oké, hoe werkt het nou eigenlijk in deze groep? Ja. En dan loop je dus weer eigenlijk opnieuw die fases af. En dan is het dus goed om te weten, nou ja, wat moet je dan dus doen op zo'n moment? Ja. Dan is dus kennis maken is iets heel krachtigs. Maar zeker ook die regels en die afspraken. En dat is iets waar ik wel benieuwd naar ben. Hoe jullie dat doen. Die regels en die afspraken. Hoe gebeurt dat op de club? Hoe worden de regels en de afspraken gemaakt? Worden die aan de kinderen verteld? Is er een speciaal moment voor? Weet iedereen de regels en de afspraken? Ja, bepaalde regeltjes heb je wel, dat leer je met begin. En dat komt langzamerhand wat verder. Maar er zijn een aantal zaken van op een gegeven moment, als ik aangeef van we gaan beginnen met de les, dan wordt iedereen geacht uit het behang te komen en de gordijnen. En dan gaan ze allemaal maar netjes zitten. Netjes in, met het gezicht naar mij toe, dus niet tegenover elkaar, want dat geeft gelijk, Kammerland. Nou, dat is één regel. En je hebt ook bijvoorbeeld de regel van... Nu dan niet, maar je geeft elkaar een hand als je begint. En na afloop van de partij zet je de stukken op. Dat moeten ze de senior trouwens ook nog eens een keertje leren. Maar bij de jeugd stamp ik er dat wel gelijk in. Want anders zijn al die spelen incompleet. En dan krijg je langzamerhand op een gegeven moment aanvullende regels. Als ik aan het woord ben, moeten ze de mond dicht houden. Dat doen ze niet, maar dat moet wel. Maar ze willen graag wel eens een keer wat vertellen. En ja, je en probeert een beetje dat ze... Dat de regels zijn bij jullie? De regels? Erachter dat de regels zijn? Ja, nou, het meest belangrijke is even opletten. Als je wat wil zeggen, dan even je vinger omhoog steken of wat dan ook. Maar ja, in de praktijk komt dat niet zo sterk, hoor. Want zolang je les geeft, dan gaat het wel. Ik nodig vaak ook kinderen naar het demonstratiebord. Dan kunnen ze wat setjes doen en zo aan de ket zien. Dat is ook voor die anderen goed om te begrijpen. De snelle leerlingen, die komen naar voren, maar die weten het dan ook al wel. Maar dan leren de wat zwakkere leren dat er ook van. En dat hangt er weer vanaf wat voor niveau je zit. Klas 1, of stap 1 kun je gewoon vrij klassikaal doen. En dat maakt ook niet uit wanneer ze instromen. Ze kunnen gewoon aanhaken waar het zit. En dan moet je ze alleen een keer wat inhalen. Ja, hoe maar gaat als je wat verder bent, ja, dan gaat dat wel een rol spelen. Ja, hoe gaat maar goed, dat is niet een kwestie van regels. In mijn groep, stap 2 is dat dan. Ik geef elke week les. Ze krijgen huiswerk mee die ze thuis mogen maken. Die sturen ze mij via WhatsApp, sturen ze dat op. En ik kijk het ook door de week na. En dan krijgen ze voor die vrijdag krijgen ze dat weer.
En ze weten dat ik elke week gewoon doorga. Ik wacht niet. Dus degene die het maken, die pikken meer op dan degene die minder maken. Ja. Ik heb ook gezegd, ik ben geen leraar, dus dat is een regel. Dus ze weten gewoon dat ze het, ja, als ze het niet maken, maken ze het niet. Ik word ook niet boos of zo. Ik bedoel, ja, je maakt gewoon niet. Ja, dat is het dan. Oké, okay. Dus en zijn er nog andere regels van hoe je je gedraagt op de club bijvoorbeeld? Ja, wij hebben iets van 6 groepen of zoiets. Sommige zijn 2 kinderen. Ik heb 1-op-1 kind, dat is een kind van 6. Ik heb groepjes van 3. Dus het is heel divers, maar ik heb geen echt grote groepen. Dus ik heb daar niet echt een A4'tje met regels en afspraken die ik zou moeten doen of zoiets. Okay. Ik heb wel van een andere persoon die ook Pablo heeft gedaan. Die heeft wel als tip meegegeven om, ik heb een hotelbel, om die te gebruiken van ting, dat ze weten dat ze stil moeten zijn. Ah, ja. Dat ga ik nog eens proberen. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat was ook veel wordt gedaan. Ja. Okay. Zijn er ook clubs waar er wat problemen zijn met de regels of de gedrag? Dat er wat problemen zijn in het gedrag van de kinderen? Dat kinderen soms gedrag vertonen waarvan je denkt, wil ik eigenlijk liever niet? Jan knikken. Ja, klopt. Ja, ja, ordeproblemen. Ja. Dat is... Ja, je probeert kinderen die constant met elkaar bezig zijn, weet je niet, die ja, een beetje uitdagen, een beetje willen vechten en zo. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk allerlei dingen voor om ze uit elkaar te halen of wat dan ook. Niet apart neer te zetten, maar in ieder geval niet naast elkaar. Maar ja, wat het is, in elke les komt er toch altijd wel wat weer voor. Hè? En ja, goed, dat steekt dan ook andere kinderen weer aan, hè? Want dan beginnen er een paar en dan voor je het weet is heel die klas aan de gang. Ja. Ja, hè, en, dus dat is in ieder geval wel een lastig dingetje voor mij. En wat zijn de regels bij jullie? Zijn er dat ze van elkaar af moeten blijven. Hè, dus dat ze voor de schaakles komen, dat ze van elkaar af moeten blijven. Ja. Hè, gewoon, ja. Dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een hele simpele regel. Maar ja, goed. En toch, ja, soms moet je dezelfde steeds tot de orde roepen. Ja, oké. Okay, ja. Nou, dat brengt me eigenlijk dan bij het volgende. Want dat is de stormingfase. Dus aan het begin dan vertel je een keer van wat de regels en de afspraken zijn. En heel vaak is het zo, die eerste paar lessen, dan zijn kinderen kijken nog een beetje de kat uit de bomen en zijn nog een beetje aan het onderzoeken, wat is nou mijn rol binnen de groep? En als die tijd dan voorbij is, dan gaan ze eens wat kijken van, ja, waar liggen eigenlijk de grenzen van de regels? Tot hoever kan ik gaan? En dat noemen ze de stormingfase, ook wel de conflictfase. Dus dan gaan ze dat wat meer opzoeken. En in dat kader heb ik een casus voor jullie. Je bent een tijdje bezig en kinderen die houden zich regelmatig niet aan de afspraken, aan de afgesproken regels. Wat ik denk, wat je dan moet doen als trainer of als groeptrainers... is eerst eens reflecteren. Eerst eens nadenken van, ja, wat is er aan de hand? En de vragen die ik daarbij dan zou stellen, ja, waar denken jullie dan over na? Als je in zo'n situatie zit? En welke vragen stel je jezelf? En daarna komt natuurlijk, als je dat hebt gedaan, je hebt jezelf al die vraag gesteld, dan komt natuurlijk het handelen. Hoe treed je op? Neem we weer eventjes korte tijd om in groepjes deze casus te bespreken. En dan komen we weer hier terug. En wat hadden jullie als idee dan, bijvoorbeeld Albert? Ja, Rick en ik hadden eigenlijk zelf, wij zitten allebei op school, in schoolsituaties. Ja, gewoon consequente regel vasthouden. Hè. Ze de vinger niet opsteken, wat roepen, ga je gewoon naar een ander. En zeggen van ja, ik en herhalen. Ik zie wel... Ik zie weinig vingers, maar ik hoor iedereen wel. Dat is toch wel... Ja. Ik denk dat het enige is dat ze gewoon echt wel consequent volhouden. Ja, dus dan zitten we meteen... Ja, daar vroeg ik eigenlijk ook naar, hoor. Dan zitten we meteen in die tweede stap, hè, van dat handelen. Ja. Is er ook nog iets bij die eerste stap waar jullie het over hebben gehad? Welke vragen stel je jezelf op zo'n moment? Nou, we hadden ook wel wat overeenkomst bij ons. Dat je ook als kinderen die geen vinger opsteken toch gaat vragen. Hè? Want anders dan zijn het altijd dezelfde. Hè? Dat je ook al om erachter te komen van... zijn ze er nog bij, zeg maar? Of snappen ze het niet? Of weten ze het wel, maar durven ze het niet te zeggen? Hè? Dus dat...
En zijn er nog dingen die je zelf als trainer, dus die je dan aan jezelf, vragen die je aan jezelf stelt op dat moment? Waar je zelf over nadenkt? Nou, dat concreet met die vingers niet echt, denk ik. Oké. Okay. Want wat heel mooi was, ik was eventjes aangesloten bij het groepje van Chris. En die zei dat een van de eerste dingen die hij op zo'n moment doet, is eerst nadenken van, ja, wat ligt er eigenlijk bij mijzelf? Dus, ja, Chris, misschien kan je het zelf beter vertellen dan dat ik het zeg. Ja, dat klopt. Dus, ja, op het moment dat je wat vervelend gedrag krijgt in een groep, ja, dan ga ik daar wel naar kijken van, hey, wat zou ik daar zelf aan kunnen doen? Dus het kan inderdaad een teken zijn dat je er toch onvoldoende in slaagt om ze te boeien. Dus dat de leerlingen zich dan, ja, een beetje vervelen en dan, ja, dat op die manier uiten, zeg maar. En dus ja, dat, op die manier kijk ik daar dan wel naar. Van, hey, ben ik misschien zelf wat te lang aan het woord? Laat ik ze te weinig zelf spelen of te weinig zelf doen? Dus er zijn, ja, je kunt daar wel goed naar kijken. Van, hey, uiteindelijk gaat het toch om binden en boeien. En ze vinden het uiteindelijk ook het leukste om zelf te spelen. Ja. Dus je moet niet een valkuil hebben dat je een monoloog hebt en eigenlijk alleen maar aan het zenden bent. Ja. Dus die concentratieboog, ja, die moet je niet te lang maken. En op tijd ze lekker zelf laten spelen en aan het werk laten, denk ik dan. Ja, ik denk dat een hele mooie is. Dat je dus als eerste eigenlijk bij jezelf gaat kijken. Van wat kan, is er iets in mijn les of iets in hoe ik het breng, waar dit gedrag vandaan kan komen? Ik had dus zelf ook als eerste hier staan. Dat is wel een beetje een vervelende voor je als trainer om dat te horen. Lastig gedrag is feedback naar jou als trainer. Ja, dat is natuurlijk mooi. Er zijn al die kinderen die roepen maar door de klas. En dan is dat ook nog eens eventjes, moet jij dat ook nog eens gaan aantrekken. Terwijl die kinderen gewoon niet goed luisteren. Maar ja, dat is toch een beetje de eerste vraag die je zelf moet stellen. Ja, is het eigenlijk wel duidelijk? Heb ik nou eigenlijk wel gewoon aan het begin gezegd, jongens, dit zijn de afspraken. Dit zijn de regels. Dus als je wat wil zeggen, dan moet ik mijn vinger opsteken. Misschien ook is het wel redelijk. Nou ja, dat lijkt me in dit geval lijkt me dat een heel, heel redelijke afspraak om te doen. Dus dat is een eerste. En vervolgens wat ik ook al veel terughoorde. Ja, dan is het handig om eerst eens eventjes de regels te herhalen. Maar regels hoef je ook niet altijd te brengen als van, nou jongens, dit zijn hier de regels. Wat ik bijvoorbeeld zelf vaak doe, is dat ik bij een eerste les, dat ik dan gewoon vraag aan de groep. Nou jongens, in de klas hebben jullie vast, op school hebben jullie vast ook allemaal een paar afspraken, waardoor de les gewoon goed verloopt. Wat zou nou een goede afspraak zijn, zodat we ervoor zorgen dat de les goed verloopt? Nou, en dan zie je dat binnen no time komen ze zelf gewoon met een aantal gewoon hele goede regels. Zoiets als, als je iets wil zeggen, dan steek je je vinger op. Als de een praat, is de ander stil. Daar komen ze zo allemaal mee. Ook als ze in groep 3 zitten, komen ze daarmee. En dan heb je het ook nog eens heel praktisch. Dan komt het zelfs uit de kinderen zelf. Vaak hangen die afspraken ook al in klaslokalen, hè? Want leerkrachten doen dat inderdaad op die manier ook. Ja. Ja. Ja, dus dat is ook mooi natuurlijk om het nog even ergens op te hebben hangen. Is ook mooi. Maar ga er nooit van uit dat iedereen wel begrijpt hoe de regels zijn. Ik zou altijd in je eerste les gewoon beginnen met, oké, jongens, welke afspraak hebben we nou? Want wat ook een beetje een misvatting is, is dat als er regels zijn, dat het dan meteen heel streng en schools is en dat het niet leuk is. Terwijl eigenlijk is regels en afspraken is juist iets wat kinderen gewoon graag willen. In die stormingfase, het is niet voor niks dat ze die grenzen gaan opzoeken. Ze willen eigenlijk juist dat je gewoon laat zien van, oké, dit is de grens, dit is de lijn, tot hier kan je gaan. Want juist dat geeft eigenlijk ook een soort veiligheid. Dat ze weten van, oké, blijkbaar kan hier dus niet alles. Want als je dat weet, dan weet je dus ook, oké, dan ben ik hier dus ook veilig. Want dan kan dus niet zomaar iemand, als we de afspraak hebben van, je bent aardig tegen elkaar, je gaat aardig met elkaar om. Dan weet je ook, oké, dus er kan niet zomaar iemand ineens iets heel gemeens tegen mij zeggen. Of heel, me gaan pesten. Bijvoorbeeld. Dus juist die regels
zorgt eigenlijk ook gewoon voor een gevoel van veiligheid. Dat vind je nog heel erg van belang, welke leeftijdcategorie we het daarover hebben? Hoe bedoel je? Welke regels? Ik kan me voorstellen dat bij kinderen van 6 bijvoorbeeld, waarin ze nog nooit op school hebben gekeken, die nog nooit met regels te maken hebben gehad, dat dat heel belangrijk is. 7, 8 jaar misschien ook wel. En dat misschien ook daarna het op een gegeven moment ook wel eigenlijk horen ze dan om wel te weten hoe regels in elkaar steken. En ze horen ook te weten dat eigenlijk welke situatie ook zijn, dat de regels min of meer hetzelfde zijn. Mm-hmm. Dus bedoel je dan dat je met kinderen van 10 bijvoorbeeld, daar zou jij de regels helemaal niet behandelen? Of? Nee, ik sta er wat anders in. Ik weet op zichzelf, ik vind de punten goed. Vooral met betrekking tot veiligheid, wat ik zelf een heel prettig uitgangspunt eraan vind. Dat hadden we kort ook in ons groepje besproken. Is dat door regels te stellen het ook wat soms wat strikter wordt en je feitelijk ook daarmee een framework, om het zo te zeggen, ook zeg maar doet. Voor heel veel, kijk bijvoorbeeld net in de breakout rooms. Wie heeft er in de breakout rooms eerst regels met elkaar afgesproken? Ik denk niemand. We hebben voor deze cursusavond hebben we feitelijk geen regels afgesproken. En toch gaat het prima. Ik denk dat het heel veel dingen dat je ook vanuit mag gaan, juist als je ze niet bespreekt, dat er eigenlijk een soort common sense is van denk gewoon zelf na. Interessant is bijvoorbeeld ook, ze hebben ook landen waarin er bijvoorbeeld er geen op kruispunten geen stoplichten staan. En wist je dat die kruispunten vele malen veiliger zijn dan als je het gaat regelen? En dat is een beetje ook in mijn optiek wat je soms in ieder geval een beetje moet onthouden. Ja, regels zijn veilig, zijn belangrijk om te hebben. Ze moeten ook duidelijk zijn, ze moeten ook veiligheid creëren. Maar soms is het ook heel interessant om juist geen regels te hebben, omdat iedereen zelf gaat nadenken over wat redelijk gedrag is. En zoals je zelf al zei, dan komt het vanuit hunzelf, om het zo te zeggen. Dat vind ik wel even interessant. En laatste punt nog, het tweede wat ik ook, omdat die stormingfase er eigenlijk altijd toch komt, heb ik zoiets van, ik kan me regels geven, maar uiteindelijk komt die stormingsfase er toch wel, dus dat wordt toch een beetje het moment. En dan zie ik eigenlijk ook welke regels er overtreden worden en welke regels er blijkbaar niet vanzelfsprekend zijn. Ik vind dat ook wel een interessante feedback naar mij toe, over welke regels moet ik het eigenlijk hebben. Als ik het van tevoren vertel. Ja, maar wat ik daar misschien nog wel aan toe wil voegen, want het is, ik snap wat je zegt. En ik snap ook dat dat een interessant experiment is. En zeker als ervaren trainer denk ik dat je dat zeker, zeker kan doen. Ik denk wel dat het is het makkelijkst om die regels, zeg maar, om duidelijke regels af te bakenen. Om dat juist in die allereerste fase te doen. Want dan, we zeiden al, in die allereerste fase, dan kijken kinderen nog een beetje de kat uit de boom. Dan nemen ze eigenlijk nog heel veel dingen gewoon aan. Dus als je in die allereerste fase gewoon heel duidelijk hebt, dit zijn de afspraken, dit zijn de grenzen, en je daar gewoon consequent op bent, dan hebben kinderen dat vrij snel door. En dan moet je heel even misschien die stormingfase door, om dan nog een paar keer even duidelijk te maken van oké, dit zijn echte grenzen. En dan staat dat eigenlijk gewoon. En als je juist in die eerste fase het laat gaan, dat kan, maar dan moet je inderdaad wel stevig in je schoenen staan. En dan moet je wel weten hoe je het dan alsnog weer terugpakt. En dat is gewoon wat lastiger. Dat is ook mijn eigen ervaring. Als ik terugkijk naar mijn tijd op de PABO bijvoorbeeld. Ik was eigenlijk als leerkracht ook een beetje degene die de kat uit de boom keek. Ik liet het allemaal gewoon een beetje gaan. En dan dacht ik, als het echt niet meer gaat, dan grijp ik wel een keer in. Alleen wat dan lastig werd, inderdaad in die eerste fase, dan ging het allemaal best wel een beetje. Maar vervolgens moet je dan wel een keer duidelijk maken van nu zijn dit wel echt de grenzen. En dan moet je wel echt even hard werken. Dus ik denk, als je merkt van dat er in je groep, dat je last hebt van die ordeproblemen, dan raad ik wel aan om juist in die eerste fase dat gewoon al heel duidelijk neer te zetten. Maar als je zoiets hebt, ik kan dat goed aan en ik vind dat juist wel leuk. Wat mij betreft, ga dan je gang. Het punt wat je heel goed maakt is dat als we het over schoolsituaties hebben van groepen groter dan 14 kinderen, is dat een heel ander verhaal dan schakers onder 14 kinderen. Ik vind het voordeel van schakers is dat je heel erg gebruik mag maken van een logisch vermogen tot nadenken. En dat er ook heel veel, het is een bepaald soort kinderen die je vaak al hebt. Terwijl op school heb je natuurlijk gewoon alle richtingen en alle kleuren, om het zo te zeggen.
Ja, dat klopt hoor. Daar zit ook wel... Dus ik denk dat vooral voor scholen, want die hebben ook lesgegeven in Rotterdam, ja, dan is het gewoon echt noodzakelijk om gewoon dat proces zelf in hand te nemen, want anders ben je ze kwijt. Ja. Ik moet lachen, want ik zie Jan heel duidelijk in beeld op zijn horloge kijken. Het is inderdaad kwart over negen geweest. Volgens mij hadden we tot 9:30, dacht ik, maar misschien dat het wat wisselt. Maar het was in ieder geval een mooie... Mooi zijn om wat meer richting afronden te gaan. Wat ik in ieder geval nog wel belangrijk vind dus om ook te noemen, is als je dat dan toch die aanpak kiest om dus die regels gewoon duidelijk te herhalen en te bespreken, is aan de ene kant om dan na te denken, oké, wat zijn dan de consequenties als je die regels telkens maar worden overtreden eigenlijk, hè? En Chris zei daarvan een hele mooie, die zei van, nou, als ik echt het idee heb van het gaat gewoon echt niet meer, het verstoort anders echt mijn les, dan is een soort laatste redmiddel eigenlijk, dat ik gewoon een ouder vraag, kom er maar bij zitten. En dan als het om één kind gaat bijvoorbeeld, waarbij dat echt zo is dat je daardoor de rest van de groep niet meer les kan geven, kom er maar bij zitten. Maar... daarbij moet je dus wel bedenken dat is dan wel echt het onderste van het rijtje. En waar je natuurlijk altijd goed mee moet oppassen is, als je gaat werken met consequenties, dat je dan goed je rijtje ook een beetje in je hoofd hebt. En dat je vooral niet te hoog inzet. Want als je daar meteen al mee begint, bij de allereerste keer, ja, wat ga je dan doen bij een volgend kind waar het bij is? Dus het is natuurlijk mooier als je eerst gewoon... Met iets lichtere consequenties, zeg maar, kan komen. Bijvoorbeeld gewoon stevig aanspreken. Esther is nog een stap ervoor. Op het moment dat je kinderen hebt die inderdaad lastig zijn, dat je even dat met ouders terugkoppelt, dat de ouders thuis dat ook even aankaarten. Dus ik heb een paar stuiterballetjes gehad. En moet ik zeggen, dat vergeleken vorig jaar gaat dat weer een stuk beter. Maar op een bepaald moment heb ik dat als eerste gedaan. En dat is echt heel bal. En die ouders kennen hun kinderen als beste. Ja. Herkennen de situatie ook, dus ja. Ja, consequenties, dat klinkt meteen alsof er gestraft wordt of zo. Hè? Maar dat hoeft helemaal niet, inderdaad. Wat jij zegt, dan kan je gewoon goed op een rustige toon gewoon bespreken wat er aan de hand is. En dan misschien, als dat niet werkt, inderdaad een keer de ouders erbij halen en het ermee bespreken. En als we het daar dan toch meteen over hebben. Wat misschien gewoon veel belangrijker is, zijn juist die complimenten. Om dus juist positief te zijn op goed gedrag. Want wat... ja. Vooral het verkeerde gedrag, dat valt vaak heel erg op. En wat heel vaak, heel goed, heel sterk werkt, is gewoon belonen, complimenten geven. Dus bijvoorbeeld als de afspraak is, aan het einde van de les help je even met het opruimen van de spullen. Dan kan je die drie kinderen die niet helpen met opruimen, daar kan je wat tegen zeggen. Of je zegt gewoon tegen die kinderen die wel aan het opruimen zijn, hé, dat ben jij goed aan het opruimen? Wat fijn dat je helpt. Nou ja, ga hij tot dan die drie ineens bedenken, oh wacht, ik ga ook nog snel even helpen. Dus juist die complimenten werken vaak sterk. En dit is ook nogal een belangrijke. Het hoort er ook gewoon bij. Conflicten horen erbij. Dus schrik daar niet van. Het hoort er gewoon bij. Het is normaal dat kinderen de regels testen. Maar het gaat erom hoe je daar als trainer op reageert. Het is ook niet echt per se testen, in mijn optiek. Het is ook gewoon, mensen zijn gewoon verschillend en kinderen zijn verschillend. En ja, zeg maar, als kinderen te stil zijn, is dat tegen de regels. En als kinderen praten, is dat tegen de regels ergens in, toch? Dat is, okay. Ja, nee, maar het hoort er gewoon bij. Ja. Ja. Dus het hoeft ook helemaal niet altijd een drama te zijn. Ik wou zeggen, ik geef vrijdagavond les aan een 6-jarige en nu dus online. Maar die stuiter door het hele beeld heen. Soms is hij ook helemaal weg, ligt hij juist onder de tafel of weet ik wat. Ja, ik vind hem fantastisch. Ik geniet er alleen maar van. Ja. Nou ja, kijk, dat is het ook, hè. Kijk, het gaat er ook om wat jij als trainer gewoon kan hebben. En als jij denkt, het stoort de rest van de groep niet en ik vind het zelf alleen maar leuk. Ja, waarom zou je er dan iets aan doen? Dat wil ik nog misschien wel eens een tip geven die ik ook in mijn groepje had. Is dat zeker voor digitaal lesgeven, is dat de breakout rooms ook heel erg prettig zijn om kinderen af en toe even rustig, ik wil niet zeggen weg te zetten, maar
Het is veel makkelijker om je groep stil te krijgen. Want je zet gewoon iemand altijd even die bijvoorbeeld te onrustig is. Kan je altijd even in een breakout room zeggen van maak maar even een paar opgaves of iets dergelijks. En keer met de rest van de groep kun je door. Dus het grappige is dat juist digitaal les in een klaslokaal zit je aan het klaslokaal gebonden. En nu met breakout rooms, je veilig als leraar, heb je gewoon veilig de uitknop van een leerling. Ja, dat is inderdaad wel een voordeel bij een online training die je hebt. Ja. Oké, we kijken nog even. Ik heb nog even snel de eerste slide erbij gepakt. Ik ben benieuwd of we iets van dit rijtje kunnen wegstrepen. Concentratie vasthouden, van wie kwam dat? Oké, ja, misschien is degene inmiddels zelf afgehaakt. Nee, Jeroen was het. Jeroen, heb je daar iets mee kunnen doen? Heb je er iets aan gehad? Nou, volgens mij niet. Volgens jou niet. Nee, het zat er niet rechtstreeks in. Ik weet ook niet of het aansluit bij de groepsvorming. Heb je toch iets aan deze avond gehad? Ja, nee, positief hè, natuurlijk benoemen. Hè, dus dat is heel goed. Ja, ja, dankjewel. Okay. Ik zou er hier zelf misschien op aanvullen. Die concentratie, dat is misschien wel dat je denkt... die concentratieboog is over het algemeen voor de jonge kinderen nog niet te lang. Dus dat je daar ook wel kritisch naar kijkt van hoe lang maak ik mijn eigen instructie? Hoe lang ben ik zelf aan het woord? Ja, nee, eens. Ja. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het verschil van niveau. Voor de wat kinderen die het wat sneller doorhebben waar het over gaat, die haken per definitie natuurlijk dan af. En ja, de anderen proberen dan nog aan te haken, maar die hebben eigenlijk het al verloren. Ja. Ja, voordat we inderdaad hier al te diep op ingaan. Dat is misschien ook weer een, want dat stond er aan het einde nog even bij. Op de laatste slide die ik net kort liet zien. Vervolg, vraagteken. Want er zijn best wel wat dingen die hier misschien nog stonden, die nog niet behandeld zijn. Die misschien dus ook niet echt binnen dit thema vielen. Dus ik ben nog eventjes benieuwd naar wat jullie denken qua vervolg. Is zoiets wat we nu hebben gedaan, is dat nog iets voor een vervolg? En misschien moeten we het voor nu trouwens, bedenk ik me, juist wat meer beperken op dit onderwerp. Er komt ook nog een enquête, dus daar kan je denk ik ook nog invullen als je juist wat meer op andere onderwerpen wil, het over andere onderwerpen wil hebben. Dus we hebben het nu vooral over die eerste twee fases gehad. Is het nog een idee om bijvoorbeeld nog een keer zoiets te organiseren voor bijvoorbeeld de volgende twee fasen? Ja, prima. Zijn er mensen die daar denken? Ja, dat is wel wat. Dat ook afronden, hè? Wat zeg je, Wim? Nou, afronden, dan wil ik ook wel alles even bekeken hebben. Ah, zo, ja. Ja. Dus 3, 4 en 5 hoort er ook bij. Okay. Vind ik ook. Nou, met name de performing fase, toch? Daar wil je uiteindelijk ook belanden. Ja, daar wil je uiteindelijk naartoe, inderdaad. Ja. Oké, zijn er nog andere reacties voor nu al op hoe dit webinar was? Je krijgt dus een enquête. Ja. Jammer dat we lang over die regentjes hebben gesproken. Wat zei je, Roman? We hebben een beetje veel over die regentjes gesproken. Dat vind ik jammer. Ja? Ja. Nee, dus ik had bijvoorbeeld dus graag gesproken over het verschil tussen jongens en meisjes. Dat is dus ook toch interessant. Of je dames niet iets anders moet aanpakken. Ja, ja, vind ik zelf wel lastig hoor. Want ik heb het idee altijd dat dat zoveel blijft hangen in een beetje gissen, zeg maar. Ik weet niet, ik heb er wel vaker naar gezocht hoor, naar het verschil tussen jongens en meisjes, verschil in gender. Ik heb er niet heel veel over gevonden waarvan ik denk dat het heel duidelijk is van wat je daarmee mee kan. Ik vind wel dus wat ideeën over, maar... In de club heb je het misschien wat minder, maar in de school heb je heel vaak dat ze dus alleen maar met hun eigen vriend of vriendinnen willen spelen. Ja, ja. Waar je uiteindelijk dus zo graag zou hebben dat iedereen tegen iedereen speelt. Maar eer dat ze al de regels kennen, dan is het... In het schooljaar bijna voorbij. Hè?
Ja, 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 is natuurlijk een interessant onderwerp. Nou, er is iets voor in de enquête, denk ik. Jullie krijgen allemaal nog een enquête. Ja. Dus daar kan je dat, denk ik, in opgeven. En wie weet dat dat ook nog wel weer een onderwerp wordt. Aan de vraag van Job te zien aan het begin, zou die dat ook graag willen, dat dat daar nog meer over wordt verteld. En maar de kinderen maken zelf de regels, hè? Okay. Wij maken hier geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Die hobbelen allemaal gewoon gezellig mee. Dus. Oké, okay. Ja. Goed. Oké, okay. Dank allemaal. Het zal ook nog weer terug te zien zijn op de site ergens, begreep ik. En jullie krijgen dus ook het materiaal hiervan nog toegestuurd. Samen met de okay. Stalker. Oké, okay. Okay. Dankjewel. Okay. Dank jullie voor de fijne avond. Dankjewel. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens.